Oké, ik sta hier naast René Rosé, directeur van Standvaste. Het lijkt alsof de president en de vicepresident van Suriname hier is. Maar de vicepresident van Suriname is niet bij, hè? Nee. Misschien komt hij nog, meneer Brunswijk. We zijn in Dubai, in dit hotel. Hilton, Tabor Hotel, Palace, 5 sterren. Plus hotel, hier zit de Surinaamse delegatie. En vandaag is de Surinaamse dag. Dus zo meteen gaan wij naar de beurs, naar de expo. Ray, je bent een paar dagen eerder hier dan mij gekomen. Je bent eerder afgereisd. Wat zijn de indrukken? Ik ben pas gisteravond aangekomen bij de president. De indrukken voor zover is, het is een drukte van je welste. Het is goed georganiseerd als ik het over de expo zelf heb. De hele wereld bij elkaar en je ziet dingen daar waar die ongelooflijk zijn, gewoon fantastisch. Als we gaan naar het stukje Suriname, zeg ik, het paviljoen is goed georganiseerd, goed ingericht. Geeft een duidelijk beeld. We zitten op het sustainability afdeling van de expo en ja, wat Suriname wil uitstralen is het groene gedeelte. Mm-hmm. Vind jij dat die uitstraling naar buiten komt zoals men het wil, zou willen? Ja, want men heeft ervoor gekozen om het heel simpel te houden en echt puur Suriname te benadrukken. Want je hebt andere landen die heel veel poespassen bij gebruiken. Mm-hmm. High-tech, noem maar op, 3D, 4D, 4K, 28K, weet ik het. Suriname is heel realistisch. Oerwoudgeluiden en een duidelijk verhaal. Dus het is echt een statement. Het is echt een Surinaams gevoel. Ja, ja. Hoeveel dagen ben jij al geweest op de beurs? Ik ben in totaal nu al 3 keer geweest. Verdomme, maar jij lijkt wel de organisator. Nee. Je organisator. Ik moest de eerste keer moest ik mijn accreditatie in orde maken. Uh-huh. De tweede keer moest ik een aantal afspraken nakomen. En de derde keer zijn we gaan om een theaterproductie te verfilmen. Oh, mooi, mooi, mooi. En dit wordt de vierde keer. Die theaterproductie, dat was bijvoorbeeld levenswerk van Eddie Snijders. Ja, ik heb het gezien op ons kanaal, hè, Standvaste YouTube. Hoe werd het ontvangen hier? Ja, je ziet een verhaal van een Surinamer die een muzikant is, maar waarvan ook de hele familie in de muziek is terechtgekomen. Ja, ja. En die eigenlijk Suriname muzikaal op de kaart hebben gezet. En men kijkt ernaar en men praat natuurlijk ook over Suriname als het gaat om voetballers, als het gaat om het oerwoud. Er zijn toch wel wat herkenpunten. Oké, en overal, jij bent tevreden wat jij gezien hebt van Suriname, hoe Suriname zich presenteert op de beurs. Hoe kijk je, hoe tevreden ben je? Ik moet je eerlijk zeggen, boven mijn verwachtingen. Oh, boven verwachtingen. Boven mijn verwachtingen. En dan een kritiek. Ja, nee, boven mijn verwachtingen. In het begin keek ik een beetje sceptisch natuurlijk. Ja, zo kan ik je wel. Logisch. maar als ik kijk naar de efforts die het team erin stoppen. Uh-huh. En ik heb ze even achter de schermen gevolgd. Dan zeg ik van, nou, ze zijn wel goed bezig. En ik denk dat hij dat ook mee gaat maken. Oké. Okay. Ray, Rosé, ik wil je danken voor jouw tijd. En we gaan vaker de mensen in Nederland en diaspora, en niet in Nederland, maar de rest van de wereld moeten bijhouden, bijpraten. Want dat is wat ze van ons verwachten hier in Dubai. Zeker weten. Dat was het gesprek met Ray Rosé, directeur van Standvaste. Die is al een paar dagen eerder hier aangekomen en heeft zeker de beurs al 6 keren bezocht. En vandaag wordt de 10e keer. En ja, hij krijgt er niet genoeg van. We gaan er straks naartoe met president Santokki en zijn delegatie. Voor het moment, dank ik u. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.